Morgen mogen we weer gaan stemmen. En we kiezen dan de hoogste volksvertegenwoordigers van de provincie. Maar wie bezet er de komende 4 jaar de zetels in het plus? Wie bepaalt hoeveel geld er gaat naar wegen en spoorwegen? Woon- en industriegebieden. Natuurgebieden, recreatiegebieden. En naar de boeren. De grote winnaars lijken D66 en de PVV te worden. Beide partijen krijgen er 2 zetels bij in de peilingen. Ja, D66 gaat van 3 naar 5 zetels en de PVV van 4 naar 6. Voor de PvdA lijkt de boel als een kaartenhuis ineen te storten. Ja, in de peiling kelderen ze van 9 naar 5 zetels. Bijna gehalveerd dus. Maar Simon, waar blijven ze dan, die kiezers van de PvdA? Een deel gaat naar de SP, een deel gaat naar GroenLinks. Een ander deel waarschijnlijk naar de Partij voor de Dieren. Die zomaar een zetel zou kunnen krijgen in deze statenzaal. De grote vraag is natuurlijk, hoeveel last heeft de VVD van de landelijke perikelen? Het ziet er vooralsnog naar uit dat ze 2 zetels gaan verliezen. En daarmee gaan ze van 8 naar 6 zetels. En het CDA, blijft dat de grootste, zoals al heel lang, in Overijssel? Daar lijkt het wel op. Ik denk dat ze hun 11 zetels gaan behouden. En daarmee kunnen ze de scepter blijven zwaaien in Overijssel. Ik denk zelfs dat ze er een zetel bij krijgen. En dan deze christelijke partijen. Die blijven waarschijnlijk wel gelijk. Ze hebben een enorme trouwe schare kiezers. Laatste partij is de 50PLUS partij. Die blijft waarschijnlijk wel zitten in PS. Al hebben ze zich de afgelopen 4 jaar absoluut niet laten zien. Maar wat gebeurt er nou als deze voorspelling waarheid wordt, Simon? Dan kan het college van gedeputeerde staten niet blijven zitten. Wordt nu gevormd door CDA, door de VVD, de ChristenUnie en de SGP. Maar die vormen samen 24 zetels. En dat is dan met name door het verlies van de VVD, hè, dat ze geen meerderheid meer hebben. Ja, wie dan? De PVV misschien? Dat is eigenlijk geen optie. Meerdere partijen, zoals het CDA en D66, die hebben al aangegeven dat ze niet willen samenregeren met de PVV. Ja, de PvdA in het college kan natuurlijk eigenlijk ook niet, hè? Want ze hebben zoveel verloren en verliezers horen niet in het college, vind je wel? D66 dan? Ja, dat is wel een winnaar, D66, maar misschien niet helemaal groot genoeg. Net als de SP trouwens. Nou, het zal nog een heel gepuzzel worden, want heel veel partijen eindigen straks met 5 tot 6 zetels. Nou, we zullen het allemaal gaan zien. Morgen vroeg gaan de stembussen open. En TV Oost doet de hele dag uitgebreid verslag. En 's avonds zullen we zien wie er de komende jaren de lakens gaan uitdelen in Overijssel.